Bijna alle ontwerpen van de Eleven Fountains zijn bekend. Sjoerd Galema is als sponsorwerver aangetrokken. Tijdens zijn zoektocht naar sponsors bleek dat de Friese ondernemers meer dan bereid waren om mee te doen aan dit provinciebrede project. Ja, het is gelukkig zo dat de gemeente Leeuwarden en provincie in het begin al hebben gezegd van we gaan een flink budget vrijmaken voor 2018 voor alle activiteiten die erin zitten. Maar we hebben ook nog een tekort en dat moeten we met sponsorgeld moeten we dat gaan zien te dichten. En dat heeft u geregeld? Nou, ik heb het nog niet helemaal klaar, maar het is onderhanden werk. Maar er zijn in Friesland heel veel bedrijven die, als je hun vraagt van 2018, Eleven Fountains, wil je meedoen? Dat ze toch wel vrij gemakkelijk ja zeggen. Omdat ze dan in kind, zeg maar, dat ze wat dingen kunnen doen. Dus een paal in de grond slaan en beton stuiten en dat soort dingen. En dat ze op die manier heel graag een bijdrage aan culturele hoofdstad willen geven. Ja, want eigenlijk de ouderwetse methode van kom maar geld halen, dat werkt eigenlijk niet, hè? Nee, ik heb toen ik mijn rondje als sponsorwerver begon, toen heb ik eerst met een aantal bedrijven gevraagd van ja, hoe vlieg je dit aan? hoe spreek ik jullie aan? Bijvoorbeeld om onze sponsordoelstelling van 1 miljoen euro, om die op tafel te krijgen. Nou ja, dan zeggen ze allemaal ja, maar ik ga niet zomaar 100.000 euro geven. Maar als er ergens een fundament moet worden gelegd en er moet een waterbak onder en een installatie is, dan moet je mij bellen. En dan kom ik je tegemoet in de kosten. Het is wel heel leuk om te merken dat het toch heel goed leeft in Friesland. Ja, dat is ook zo. Er zijn best wel wat kritische stukken dat de Mienskip niet wordt betrokken en zo. Maar ik merk elke keer dat als ik bedrijven benader op dit punt, dat ze bijna allemaal ja zeggen. Dat iedereen zegt van nou, dit pakken we samen op en nou weten we tenminste wat we moeten doen. Dat is in beton gegoten dan. En dan zijn ze toch heel positief. Wat voor soort bedrijven heeft u benaderd? Nou, ik ben eigenlijk een beetje vanuit zeg maar, de ontwerpen van de fonteinen. Ben ik bij een aantal bedrijven langs gegaan. En dan gaat het om de aansluitingen van water en elektrisch. Het gaat over het maken van funderingen. Dus bouwkundige dingen. Het gaat ook in sommige gevallen om het maken van de kunstwerken zelf. Het gaat ook over de marketing, want het is een product wat uiteindelijk vermarkt moet worden, zodat er meer cultuurbezoekers naar de Elfsteden komen. Nou, op al dat soort thema's ben ik naar bedrijven toegegaan en heb ik gevraagd van willen jullie met mij overleggen hoe je dit aanvliegt en wat we daar het beste kunnen doen? Nou, en bij bedrijven waar veel positieve drive zat en enthousiasme op dit punt, daar praten we nu mee door en proberen we dat ook daadwerkelijk tot uitvoering van de fonteinen te komen, van de bouw van de fonteinen.